Week was ik mijn kast aan het opruimen en opeens zie ik een klein groen dingetje liggen met een tuutje eraan. Het lijkt op een soort fluitje. Dus ik pak het vast, ik zet het aan mijn mond en begin erop te blazen. Ik denk, ik ga een stukje spelen op mijn fluit. Maar er komt geen geluid uit. Het ruikt zoet en voor ik het weet zit ik een soort meloensmaak te inhaleren. Lekker zeg. Tot ik schrik en denk: Oh nee, dit is natuurlijk een vape. Wat ben ik een ongelooflijk naïeve millennial, waarom zag ik dit niet meteen? Uiteraard weet ik al heel lang dat die vapes bestaan. Maar ik had er eerder niet op gelet, omdat mijn oudste zoon nog net geen twaalf is. Dus ik dacht: dan hoef ik me er nog niet in te verdiepen. Maar het kan niet anders dan dat dit kankerverwekkende watermeloenfluitje van hem of een van zijn vriendjes is. Ik confronteerde mijn tienerzoon ermee, maar die ontkende direct. Maar ja, ik ontkende vroeger ook in alle toonaarden tegen mijn ouders als ik had gerookt. Maar zelfs al nam ik een heel pak kauwgom en mondspray, dan rook je de geur van tabak gewoon uit mijn mond en kreeg ik alsnog huisarrest. Ik werd van roken nog wel misselijk of ging over mijn nek, maar met deze vapes heb je geen bewijs en voel je door de zoete smaak niet dat het zo slecht voor je is. Deze week kwam in het nieuws dat er onverantwoord veel tieners al wel eens hebben geveept, zo'n 240.000, en dat het wordt gebruikt als een soort lolly of een speen. Kinderen worden natuurlijk geboren met een voorkeur voor zoet. In eerste instantie handig, zodat ze de licht zoete moedermelk gaan drinken. Maar in onze consumptiemaatschappij wordt de voorkeur voor zoet vooral ingezet om onze kinderen te vergiftigen zonder dat ze het zelf doorhebben. Ik kan met mijn kinderen niet naar de supermarkt, tenzij ik Juf Bulstrom meeneem, om ze hard op hun vingers te tikken bij de snoepafdeling. Nou heb ik ook wel een beetje een slappe rug gehad, maar honderd keer in een half uur nee moeten zeggen tegen al dat zoet wat ze uit die schappen halen en dan ook nog bij de kassa geconfronteerd worden met allerlei chocoladerepen. Nee, dat lukt me niet. Super slim dus om die vapes vol te stoppen met smaakjes van suikerspin, aardbei en cola, zodat onze jeugd flink verslaafd is geraakt aan vapen en de vape industrie er goud geld aan verdient. De overheid heeft afgelopen jaar ingegrepen door zoete vapes te verbieden. Alleen wordt er, zoals bij wel meer dingen die de overheid verzint om ons slechte gedrag tegen te gaan, nauwelijks gehandhaafd. Er zijn allerlei winkeltjes waar nog steeds ladingen vol vapes uit China worden geïmporteerd en ze gewoon onder de toonbank of achter een gordijntje worden verstopt. Even cash afrekenen en je kan lekker lurken aan je giftige lolly. Oftewel, zo'n verbod is een wassen neus zolang je het niet handhaaft. En dan kan dit nieuwe kabinet zich wat druk maken om de Lentenkriebelsweek... waarin je trouwens een keer echt wordt verteld wat seksualiteit is. Overigens ook stukken beter dan de mierzoete verhalen... over de bloemetjes en de bijtjes die ik vroeger kreeg voorgeschoteld... Maar laten ze, zich, laten ze zich liever wat drukker gaan maken over deze dodelijke staafjes. Ondertussen zal ik een manier moeten vinden om mijn kinderen ervan weg te houden. Misschien moet ik maar weer een pak Nutrilon in huis halen. Het zal even wennen voor ze. Het zal even wennen worden voor ze. Weer aan de flesvoeding. Maar alles beter dan aan zo'n vieze veepleurke. Zo, ik heb mijn mening weer eventjes gegeven. Ja, wil je nou meer zien van mij of van andere druktemakers, klik dan hier op de afspeellijst. Oh ja, daar kan je trouwens ook een leuke comment achterlaten. laten. Ja, ik kan wel mijn mening geven, maar ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jullie mening. Als je het wel een beetje netjes houdt, alsjeblieft. Niet dat gescheld en de hele dag, want daar word ik dood op van. Nou, hartstikke leuk. Laat even iets achter. Nou, ik ga weer door. Ik heb nog meer meningen.